Hallo fijne dag, papjes en koetjes, en welkom bij een nieuwe aflevering van Civ 5. In deze aflevering gaan wij weer verder met het opbouwen van onze glorieus Nederlands Rijk. En vandaag gaan wij, denk ik, een beetje uitbreiden. We gaan een beetje focussen op dit bandietenkampje hier, dat ze die om zeep helpen. Om dan vervolgens hier Rotterdam te stichten in de punt van al deze marsjes. En hier staat ook wat specerijen, dacht ik, of zo in het bos. Oh nee, cacao. Dat is ook goed. Dat moeten we ook even in handen krijgen. Voor de rest hebben wij hier een plantage neergezet. En hier ook zijn we een plantage bezig gaan neerzetten. Hier is nog wat deer die we nog kunnen krijgen. Wat paarden. Dus het is een goed vooruitzicht momenteel. Er komt een groepje bandieten in de buurt die we even moeten vermoorden. En dan gaan wij goed bezig. Dat zijn we ondertussen eigenlijk al een beetje aan het doen. Want volgens mij hadden wij het meeste voedsel van iedereen. Of het meeste geluk. En momenteel worden mijn scouts een beetje afgemaakt. Dat is een beetje minder. Dus ik ga die eventjes proberen terug te krijgen naar ons stadje. Of naar Amsterdam althans. Want anders gaat het redelijk fout. En het gaat al fout. Want waarschijnlijk gaan die fucking bandieten gaan nu proberen mijn worker te pakken. Maar die worker die kunnen we al eventjes op uitsturen. Dus dat zal ik te overzien. Die settlers die hoeven momenteel eventjes niks te doen. Want ik wou, zoals ik de vorige aflevering had gezegd, sinds het bandietenkampje hier zo uit de weg ruimen. Omdat we volgens dan hier Rotterdam kunnen stichten. En dan is iedereen blij. Of dan ben ik vooral blij. Ik hoop niet dat er toevallig een andere natie, met een T, niet met een Z, niet hier de stad gaat stichten. Want daar wil ik dus echt met de stad stichten. Anders moeten we ze mogelijk de oorlog verklaren. Want ik wil gewoon een cacao-monopolie, verdomme. Ik wil alle cacao in de verdomde wereld. En waarschijnlijk wordt nu mijn scout afgemaakt, of niet soms. Nou ja, altijd dan zo goed sterk. Dat is nice. Thank you. Dan kan ik hem maar gewoon even gaan insta-healen. Want dat betekent dus, dan zit hij meteen weer wat vol en dan gaat hij niet dood. Dat was echt wel fijn. Dus dat ik blijf dat mijn mensen leven blijven. Dus even kijken, we kunnen ze mooi beschieten met pijlen, die bandietjes. En dan maken we ze vervolgens af met onze warriors. En dan, oh nee, dat duurt nog een beurt. Hebba. Waarschijnlijk gaan ze in die tussentijd waarschijnlijk mijn plantatie aanvallen. Omdat het zulke eikels zijn, dus daar moet een beetje voor oppassen. En die settlers, zoals ik zei, ja, die hoeven niet echt wat te doen. Trouwens, we hebben heel wat centen, dus misschien kunnen we eventjes wat kopen. Nee, dat kunnen we niet. Kunnen we een touw kopen die handig is? Dat ook niet, want we hebben hier een stuk, ja, niet gras, ja, grasland volgens mij. Ja, plains. Dus een soort grasland, maar daar kunnen we niet zoveel mee. En we hebben hier trouwens nog een plantage die we kunnen gebruiken, wat nice is. Maar eens even kijken, waar staan mijn burgers op? Ja, er staat er dus eentje op het bos daar, en daar staat er eentje op die plantage, en daar eentje dus. We gaan deze zometeen ook upgraden, die cacao plantage, want dan kunnen we beginnen met of die shit weg te vanden, die cacao. Namelijk naar Amerika. Dus als ze dat zelf hebben, in dat geval zeggen ze van, ja, fuck jullie, dat doen we niet aan. En zoals ik al dacht, gaan ze mijn plantage plunderen, want zulke eikels staan dan ook alweer. Oh, niet, dan hebben ze daar dus een extra beurt voor nodig, gok ik. En we gaan nu even een beetje op de bandietenkampje focussen. Settlers hoeven niet te veel te doen. Scouts gaan lekker healen. Dat zie ik erin. Als die weer vol health zijn, dan sturen ze deze kant op om te verkennen. Want iedereen weet ondertussen al wel zo'n beetje. Want ik gok dat Monaco ligt voor de rest alleen maar aan de kust hier zo'n beetje. En Monaco heeft een missie. Wat moeten we doen? Destroy the enemy barbarian encampment. Oh, hier staat er ook één. Oh, oké. Okay. Er zijn dus twee. Malacca die heeft geen missie voor mij. Genoa is niet blij met mij. Waarom? Weet ik niet. Waarom zijn ze boos op mij? I don't know. Ja. Als we zometeen eens dat bandietenkampje uitschakeld hebben, gaan we volgens op deze af. En dan worden we dikke maatjes met Monaco en Genoa, denk ik. Wat chill is, want dat betekent dat wij hopelijk dingen van hun krijgen en spulletjes. Wat ik fijn vind, want dan kan ik dat aan dingen besteden. Dus even kijken, het bandietenkampje hier zo. Daar gaan we op focussen dus nu. We gaan, oh, no, oh shit, nog meer bandits. Wat? Waar komen die dan vandaan? Ik weet het niet. Oh shit. Dit wordt lastig, want waarschijnlijk hebben ze nu mijn worker gezien. Dan gaan ze die proberen te grijpen en dan brengen ze die terug naar hun bandietenkampje. Maar waar dat bandietenkampje is, God mag het weten. En ik ben niet God, dus ik weet het niet zo gauw. Ik zou het graag goed kunnen zijn, dan zou het leven stuk makkelijk geweest zijn. Dus even kijken. Next turn, ja. Even kijken hoe dit afloopt. Ik denk dat die bandieten, ik wist het. Die gaan gewoon, die bitches gaan gewoon fucking mannetjes pakken. Ik wist het gewoon. Damn it, mijn worker. Ik word er niet blij van. Had ik niet nog een extra worker trouwens? Ik dacht dat ik er serieus twee had, maar ik kan het ook naast hebben. Maar we gaan dus even die bandiet achteraan, want ik moet en zal mijn burgers terugkrijgen. Ja, misschien kunnen we ze. Nee, dat zorgt alleen maar damage natuurlijk voor mijn mannetjes. Alhoewel, het zorgt er volgens wel voor dat we wel bandieten dood hebben. Dus we gaan ze gewoon even aanvallen met onze scouts. Who gives a shit? Ik niet. Dan hebben ze zometeen tenminste minder mannetjes over. Waarschijnlijk rennen ze gewoon helemaal in één klap terug naar een bandietenkamp. Dat voor ons weer echt een drama wordt. Ja, yeah, thank you. Not the finest hour. Ik weet het. Ik weet dat dit gevecht niet helemaal goed liep. Ik zei dat. Zie je ze dan gewoon echt al fucking ver? Dat is zo vervelend als dat gebeurt. Maar ja, even op die heuvel staan. Dan kunnen ze waarschijnlijk van afstand al zien. Dat is inderdaad zo. Nu moet Amerika niet proberen mijn workers te krijgen. Want dan houden ze die op voor zichzelf of ze geven die aan ons terug. Dan hoop ik dat als ze hem achterna gaan, dat ze besluiten om hem dan aan mij terug te geven. En oh, ze vallen mijn scouts weer aan. Dat is een domme set. Dat is een pittig domme set van hun. Want nu kunnen wij die workers misschien te pakken krijgen. Of nee, die zijn terug naar hun bandietenkamp gerend waarschijnlijk. Hebba. Ja,
Ik weet dat door het bosje dat is een beetje moeilijk heen gaan. Maar ik gok dat het bandietenkampje daar rechts zit. Dus we zullen zien. We zullen zien. Want het is natuurlijk mijn scouts er eventjes vooruit om de shit te verkennen allemaal. En dan gaan wij gewoon die bandieten proberen dood te maken, I guess. Ik ga nu waarschijnlijk proberen op mijn archers aan te vallen over de heuvel. Ja, of ze vallen weer mijn scouts aan. Dat kan natuurlijk ook. En ik weet dat mijn scout het overleeft. Ik denk het niet. Of. Nou, hij heeft zojuist dat groepje wat helemaal doodgemaakt. Dus hey, I ain't even mad. Even kijken. We kunnen nog steeds niet komen bij in de buurt. Ah, daar is een bandietenkampje. Oké. Die zit een stuk verder dan dat ik. Een stuk dichterbij dan dat ik dacht. Ik dacht dat hij hier ergens zou zitten, maar hij zit dus gewoon in het bosje bij ons in de buurt. Not bad. Ik ben redelijk onder de indruk. Ja, heel unit, ik weet het. Ik wil ze ook laten vluchten, maar ze blijven me gewoon achterna zitten. Oh lord, nog meer bandieten. We zitten echt gewoon tussen drie bandietenkampen vast, hè? Jezus. En waarschijnlijk gaat nu mijn scout dood, dat kan niet anders. Nee, ze vallen hem niet eens aan. Nice. Oké, we produceren dus niet het meeste voedsel. Ik dacht dat het wel zo was, maar dat is dus niet zo. Dus even kijken. Ja, vlucht jij dit maar terug. Dat kan wel even gauw. Gauw! Dan gaan we ondertussen de bandietenkampje binnen aanvallen. Kunnen we op het bos schieten? Dat kunnen wij. Nice. Doorzeef ze met pijlen, die bitches. Boop! Zo. Ik kan zin mijn worker terugkrijgen, verdomme. Is de your archer bombarded. Oh, wacht trouwens. Als we voor Wellington. Maar anders zien we bandieten doodmaken, volgens mij. In de buurt van Wellington. Worden ze vrienden met ons of niet soms? Ik weet het niet. Ik dacht dat het zo werkte. Maar ze focussen niet op dat bandietenkamp momenteel. Wat best wel raar is, want het ligt wel echt gigantisch dicht bij hun in de buurt. Maar ja, ze dus dit bandietenkampje opruimen. Dan dat bandietenkampje. En dan dat bandietenkampje. We hebben nog wel aardig wat te doen deze aflevering. Eens even kijken. Waar gaan we nu op focussen qua technologie? Thank you. Wat wordt mij geadviseerd om te doen? Laten we daar eens even naar kijken. Als we onze research doen. Volgens mijn science adviseur, maar de focus niet echt op, moeten we dat doen? Onze economic advisor. Ja, maar we hebben niet echt een stad aan het water. Al krijgen we die binnenkort mogelijk wel, dus op zich is het helemaal geen slecht idee. Ja, of we kunnen bronzeworking doen. Ik ga gewoon lekker bronzeworking doen en dan zien we wel verder. We kunnen later altijd nog zeiling onderzoeken. Dat is voor ons momenteel heel belangrijk. Omdat ik al zei, we hebben geen stad aan het water. Dus ja, is niet zo heel belangrijk. Had trouwens in Amsterdam een waterding gemaakt? Of niet soms? Nee, geen watermolen. Wat ik wel dacht. Hé, dit is een promotie gemaakt. Dan doen wij eventjes upgraden naar. Ja, barrage. Dan doen ze meer damage op hun. Want plus 25 of. Ja, plus 15%. Dus dat is niet te slecht. Woep! Hoppa, pijlen in je bakkes. Zo, zullen we de bandiet erop af om het af te maken? Of onze warriors op af om het af te maken? Dan hebben we onze worker terug. Nice. En dan kunnen we volgens op dat andere bandietenkampje focussen, hoop ik. Oh, nee, we hebben het niet gewonnen. Hebba, ik dacht dat dat al wel gelukt was. Oké, jij moet even snel weer terug ons territorium binnengaan. Anders gaat het fout. Dan kan het zo een vlog worden. Dan gaat het gigantisch fout. Dat moeten we niet hebben. Want dan gaat mijn scout dood. En dan moet ik weer een nieuwe kopen. En dat kost centjes. En dat wil ik niet. Want ik ben pauper. De science victory. Nee, we gaan het gewoon even makkelijker doen. Misschien zit het helemaal lekker met pijlen. En dan vervolgens wandelen we gewoon het kampje binnen. Is net zo makkelijk. Hoppakee, thank you. 25 gold erbij gekregen. Want dat hadden ze gestolen van andere dingen blijkbaar. Dat hebben wij in ons bezit. Dus, not bad. Oké, bandietenkampje nummer. Des, toch? Wauw, geweldig. Hey, kregen we goud van Washington? What? Oké. Nou, dat is fijn. Washington, waar zitten jullie eigenlijk? Ik heb eigenlijk maar geen idee. Even een politiek scherm. Ja, nee, Amerika. Wauw, die hebben trouwens op best wat punten, zie ik nu. We gaan even leuk cacao met ze handelen. Your items. Dus nu hebben wij paarden. Wat? Hebben wij paarden? Sinds wanneer? Of kopen die of zo? Oké, vraag ik shit. Hoe komen we nou weer aan paarden? Nou, not bad. Importeren we die of zo? Dat kan ook. Nee. Huh? Ik vind het echt raar. Ik begrijp niet hoe we aan paarden komen momenteel. Misschien van Wellington of zo? Misschien we matties met hun zijn? Zou dat het kunnen zijn? Nee? Maakt niet uit. We hebben in ieder geval paarden. Gewoon gratis even niks gekregen, blijkbaar. I ain't even mad. Maar ik wil eens even handelen met Washington. Die blijkbaar heel veel victory points heeft. 16 van steden. Waar heeft hij zoveel victory points dan uit? Even kijken. Heel veel uit policies, zo te zien. En wij niet zo heel veel. Maar ja, hij focust dus heel erg op cultuur, dat blijkt me weer. Trade. Ja, laten we maar eventjes cacao handelen. Wat wil je me hier vergeven? Nee, je gaat me 8 goudstukken geven en dan geef je me één keer 8 goud. Nee, oké. Nee. 7, 7 is ook wel oké. Nee, back. Ik ga ze natuurlijk niet voor gratis even niks aan die cacao geven. Toen me even geven. Accepteren. Had ziek idee. Toch weer 7 goudstukken erbij per beurt. I ain't even mad. Dan krijgen we zometeen toch meer cacao erbij. Dus het gaat goed. Dat kunnen we dan later nog meer verhandelen. Maar zoals ik al zei aan het begin van deze aflevering, ik zou graag een soort cacao-monopolie hebben. Zodat wij heel grote prijzen of hele hoge prijzen kunnen vragen. Want dat is fijn, want ik begierig en shit. Oké. We gaan maken langzaam onze weg naar het volgende bandietenkampje. En dan zien we wel verder, denk ik. Ja. Deze hoeven we niet in ieder geval te doen, deze beurt. Volgende beurt.
En Amsterdam is nog steeds bezig met het bouwen van het Parthenon, hier zo in het bosje. Wat ik echt heel raar vind, eerlijk gezegd, dat het hier zo staat. Want ze hadden het hier kunnen zetten, daar kunnen zetten. Nee, ze zetten er gewoon een hele tegel verder in een bos. Wat is best wel een gaaf plek is, eerlijk gezegd. Want het staat een beetje mooi in de bosrand en zo. Maar voor de rest, maar een beetje vage plek. Ik ben er niet zo fan van. Maar zolang het maar gewoon goed genoeg veilig is om mijn burgers naar die tempel te komen. En nou, het is hier een tempel om te bidden, volgens mij. Het is gewoon. Weet ik van wat voor tempel. Ja, het is wel een god natuurlijk. Ik weet niet welke god. Athena, dacht ik. Ik weet niet echt meer. Ik ben niet zo'n specialist erin. Kijk. Oh nee, mijn settlers die moeten terug. Dat was die de bedoeling. Ik dacht dat ik mijn warriors geselecteerd had. Nou ja, maakt niet uit. Oké. Hey, Bennett Archers. Wat doen jullie daar? Ik heb jullie niet dat, liever niet dat jullie daar zijn. Oh, Washington is zo eens de klassieke tijdperk ingegaan. Hebba. Hey, we hebben dus ijzer. Nice. Eens even kijken. Ik ga denk ik mijn laser upgraden naar Spearman. Mijn Warriors. Maar daarvoor moeten ze het even terug laten trekken naar vriendelijk territorium. En waarom kunnen we niet zo ver schieten? Nou, ik dacht dat we wat verder konden schieten, maar niet zo. Omdat we op een heuvel stonden. We moeten dus denk ik zowat in de bandietenkamp staan voordat we ze kunnen beschieten. Dat is een beetje jammer, want dan kunnen ze counterattacks op mij uit gaan voeren vanuit het bandietenkampje. Dat kunnen ze niet uitvoeren, denk ik, want ze staan in de verdedigingsmodus. Nou, het zou zomaar kunnen dat ze het wel kunnen. I don't know. Ik weet niet meer hoe dat zat. Even kijken, waar gaan we nu focussen? Maar ik denk dat Riding op zich wel cool is. Of we gaan. Nee, we gaan voor de Mausoleum of Halicarnassus. Want die geeft ons heel veel goud. Dus we krijgen een gratis persoon elke keer als we goud. Als we 100 goud krijgen. Oh nee, we krijgen elke keer 100 goud als we een Great Person krijgen. Dat is het. Alhoewel, deze is ook op zich niet heel verkeerd, Riding. Want dan kunnen we wat meer in de wetenschap doen. Waardoor we snel technologieën kunnen krijgen. Dus doen we die gewoon. Ik denk dat het wel een goede investering is. Hey, in 20 productie bij voor Amsterdam. Not bad. Jezus, die kunnen echt heel ver schieten trouwens, die verdomde mannetjes. Dus even kijken, mijn Warriors, die wou ik upgraden, maar de game mag dat niet. Oh ja, die kan je ook niet upgraden, dat is waar ook. Dat is een aparte unit experiment, dat was ik even helemaal vergeten. Jullie gaan deze kant op verkennen, ik stuur jullie gewoon hier even de mist in over 8 beurten. Ga alsjeblieft niet door Wellington heen, want, oh wauw. Oh shit, speer infanterie. Die zijn nieuw. Oh, verdomme. Nu hebben ze eventjes wat meer soldaten dan dat ik dacht, die bandieten, dus dit wordt spannend. Ja, we hopen dat het goed afloopt. Die settlers die kunnen nog steeds niet zo heel veel doen. Of we kunnen ondertussen een nieuwe stad stichten hier misschien ergens. Maar ja, dan zitten we weer een beetje met dat bandietenkampje daar. Dus het is een beetje moeilijk allemaal. Waarom beschouwt mijn Archer random daarop? Hé, we hebben de Temple of Artemis. Noem ik het dan net anders als dan de Temple of Artemis? Het zou kunnen. In ieder geval, onze stad groeit sneller en we krijgen meer productie als we range units maken. Dus het is helemaal niet slecht. Not bad. Maar even kijken, wat is een andere geschikte positie om een stad te bouwen volgens de game? Ja, dit is echt de perfecte positie. Maar ik wil hier zo heel graag, want het zit heel erg in de buurt van die cacao. Dus ja. Nou, of we kunnen hier een stad stichten, of nee, hier zo. Maar dan staat op die bandietenkamp weer. Dus het is allemaal zo moeilijk. Why? Echt pijlen, hoppakee. Ja, die schildjes doen niet zoveel blijkbaar, Spearman. Tikke idee, change production. Wat gaan we hier dan dus bouwen? Een circus? Kunnen we doen. Men zegt dat de game zegt dat we dus verbeterde paarden ergens hebben staan ook. Omdat we een circus kunnen bouwen. Maar zoals ik al zei, ik heb echt nog geen idee waar we die paarden vandaan moeten halen. Want ik zie ze nergens. Oh, misschien is dat Amsterdam op paarden of zo, toevallig. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Maar ik zie het niet zo gauw. Ik ga dan even een watermill zetten, waardoor Amsterdam sneller groeit en we meer productie krijgen. Dus hey, let's do that. Oké. Warriors. Ja, deze kunnen niet zo heel veel. Gaan we. Ik denk de volgende aanval worden waarschijnlijk wel die Spearman doodgemaakt. Maar krijgen we trouwens ook een attack bonus? Nee. Ah, jawel. Want misschien omdat we op een heuvel staan. Want dan heb je natuurlijk het terrein in je voordeel. En dan ben je waarschijnlijk sterker of zo. Doe je meer damage. En mijn scouts lopen door Wellington heen. Wat ik liever niet had. Maar Noord-Wellington mag ook een beetje boos op mij. En dat wil ik niet. Want dan zegt ze weer van. Oh, rot op van ons territorium. Zo. 3 dood. Dat had ik niet verwacht. En settlers, jullie hoeven nog niks te doen. Warriors zijn bijna klaar voor het gevecht. Of ik stuur ze er vast op uit. Laat ik dat maar doen. Eens even kijken. Scouts. Gingen maar verder. Niet door Wellington heen wandelen. En dan gaan we proberen Amerika te vinden. Want ik gok dat die ergens daar ligt. Hey, connected voor Genoa. Oh, oké. Zijn we matties met Genoa geworden? Dat zijn we inderdaad. Nice. Ze zijn hostile, dus ze zijn heel moeilijk om vriendjes mee te worden. Dus dat is op zich wel nice. Maar eens even kijken. Wat krijgen we van hun? Dat is een betere vraag, denk ik. Wij krijgen van hun. Oh, we krijgen ijs van hun, katoen en porselein. Not bad. Oh, we zijn vrienden, geen allies trouwens. Ja, dan moeten we dus allies zien. Maar wat krijgen we nu, aangezien je vrienden van hen zijn? Each turn you influence on them. Oh, we krijgen 2 happiness. Ook niet verkeerd, want dan betekent dat we betere productie krijgen, volgens mij. Of niet? Nee, dat is dus niet zo. Nee, is gold. Nou, kijk. Ik weet niet. Maar in ieder geval, we hebben goede happiness momenteel.
En als het zometeen verbeterd wordt of later verbeterd wordt, zou het ook nog eens kunnen verbeteren. Betekent dat we een Golden Age krijgen. Wat ook niet verkeerd is. Even kijken, wat kunnen jullie laten doen? Een boerderijtje maken? Ja, laten we dat gewoon maar doen. Want als we zometeen een betere upgrade krijgen, volgens mij was het iets met Civil Order of iets. Nee, het heet niet Civil Order, het heet heel anders. Maar dan krijgen we extra voedsel van boerderijen die daar staan. Aan het water. Aan die rivieren. Omdat ze dan zoet water krijgen. En dat is supergoed voor de plantjes. En dat willen wij graag. Heb je ook een territorium erbij gekregen? Ik weet niet welke kant we momenteel aan het upgraden zijn. Maar ik zou graag een beetje naar het graan toe gaan. Want als we een beetje bij het graan zitten, dan krijgen we goed voedsel binnen. En dat is goed vertoeven. Schietpijlen. Woep. We krijgen, het is wel lekker XP grinden zo voor mijn archers. Dus dat is niet verkeerd. Wat hebben we gevonden? Welke natural wonder? Mount Kilimanjaro. Dat is die hoge berg in Afrika waar sneeuw op ligt. Sneeuw in Afrika. Klinkt een beetje raar, maar toch is het zo. Want in de meeste bergen vind je op zich wel sneeuw. Dus dat is niet zo heel raar. Even kijken, welke policy gaan we eens doen? Feature training of settlers. Oh, krijgen we nog een settler erbij. Oh, nice. Dan hebben we, kunnen we dus twee steden stichten zometeen. Of wat kunnen we beter doen? Ik weet niet. Nee, ik ga gewoon een extra gratis settler erbij doen. Hartstikke idee. We kunnen dus nu gewoon twee steden stichten. Maar ja, dan is volgens de vraag, waar gaan we die tweede stad stichten? Alhoewel, misschien is hier wel een geinig idee. Hier zo op deze heuvel. Dan zitten we weer bij moerassen in de buurt en bij iron en wheat. Dus die dan, kan dan heel erg goed groeien. Maar ik weet niet. Misschien is het niet zo'n hele fantastische plek. Want er zitten ook dus twee steden in. Dus hij kan niet zo heel erg goed groeien. Misschien hier zo. Maar dan hebben we niet van luxury resources om ons heen. Dus ik weet het niet. We wachten gewoon nog eventjes af. Oh, er zijn heel veel players die gaan nu ook de classical era in. En wij nog niet. Omdat we allemaal echt oude technologieën onderzoeken. Die waarschijnlijk hun al tijden geleden onderzocht hebben. Nou, Archer, jullie dames. Oh my god. Er komen steeds meer mannetjes erbij. Hey, nog stad staat gevonden. Sydney. Hallo Sydney. Jullie zijn geen vrienden of vijanden van mij. Dus gaat lekker zo. Eens even kijken. Er zijn ook van die handaxe en archers. En waarschijnlijk gaan die handaxe gaan nu een beetje op mij gooien. Dus dat is een beetje een probleem. Wat gaan we nu eens onderzoeken? Horseback riding, mathematics. Trouwens, we hebben nog helemaal geen karavaan onderzocht, bedenk ik me net. Wat op zich wel handig is, want wij Nederlanders zijn goed in handelen. Dus dan moet ik dat maar eventjes gaan doen. Of we gaan, ja, gaan we horseback riding of masonry? Nee, wacht, toch voor masonry. Dan kunnen we mooie muren om Amsterdam heen bouwen, onder andere. Ja, oh, die worden geschoten door Tikal? Tikal? Wie? Wat? Hé? Oh, shit, nee! Nee! Ze hebben daar een stad gebouwd. Nee, ik weet niet welk land dat is, maar waarom bouwen ze nou weer een stad waar ik dat wou doen? Hebba. Daar gingen mijn glorieuze uitbreidingsplannen. Nou, dan moeten we maar gauw over hier een stad stichten. En dat daar maar claimen. Dan kwamen we hier neerzetten, maar hun hadden ook die cacao in zicht. En dan gaat ons cacao monopolie. Hè, verdomme nou. Ach ja, je kan niet altijd winnen, zullen we maar zeggen. Maar maakt niet uit, het kan erger. Zien, verliezen wij veel mannetjes, verliezen hun veel mannetjes, iedereen verliest veel mannetjes. Kan ik geen contact opnemen met hun of zo? Nee, you have not met this player. Ja, daarom. Maar ik wil ze wel graag ontmoeten. Hey, de Maya, hallo. Holy shit, deze man ziet er intimiderend uit. Deze gaat dus is religieus, want dan kun je zijn titel zien, de Pious. Ik weet niet wat dat betekent, maar het is wel een soort religieus titel. En de Maya, ik weet niet wat voor soort stam hun zijn, maar ik denk wel religieus. Eens zien, willen jullie van mij dice kopen? Wat wil je me hier vergeven? Oh, kijk, 5 gold per turn. Ja hoor, hartstikke idee. Mijn inwoners zijn toch nog heel erg blij. 18 gewoon, holy shit. Dus dat is mooi. Even kijken, we gaan hier dus een stad stichten en dan volgens nog een settler over die... Joost mag weten waar neerzetten. Hey! Genoa, krijgen we er volgens mij ook katoen en porselein van? Of niet? Wat krijgen we nog meer van hun? Die twee happiness en... Nou, dat is fijn. Ik weet niet waarom opeens matties van hun zijn. Maar waarschijnlijk omdat we dat bandietenkampje in de buurt gekleerd hebben voor hun. Maar eens even kijken, staat dat dan ook tussen mijn resources? Ja, 4 plus 4 van cotton, plus 4 van porselein en plus 4 van cacao. Dus hey, dat is helemaal niet verkeerd. Hey, that's pretty good. Zo. Die gaan even terug daar naartoe. Unit needs orders. Ja, die kunnen niet zo heel veel doen momenteel. We gaan later wel een andere stad bouwen. Maar ja, we gaan zo meteen dus Rotterdam dan maar hier stichten. En dan zitten we heel veel bij paarden en koeien en weet ik veel wat in de buurt. Maar geen cacao, want dat hebben we weer ingepikt. Ik doe zoveel moeite om dat bandietenkamp te kleren en dan pikken hun het gewoon in. Dat is zo flauw. Oké, nee, jij doet me netjes niks. Warrior. Ja, we moeten nog echt dat bandietenkampje op een of andere manier kleren. Dus val maar aan. En Marches, die kunnen weer eventjes healen. Of we kunnen het volgens ook doen. Ja, nee, doe toch mijn instant heal. Anders is zometeen waarschijnlijk dood. Moeten we niet hebben. Eet pijlen. Hop. Dat zie ik idee. Een bandietenkampje is bijna gekleerd. Niet verkeerd. Maar ik ben even benieuwd wat hier allemaal staat. We kunnen natuurlijk ook gewoon Tico aanvallen. En dan die stad overnemen. En volgens tegen de Maya zeggen van. Ja, sorry, maar we hebben die stad gewoon nodig.
Want wij hebben toch een leger in de buurt en hun volgens mij niet. Ofwel dat ze hier ergens zitten, dat kan toevallig ook, maar I don't know. Wat is er bijlen te gooien? Dat is zo onbeleefd. Dat zijn mijn moeder altijd. Gooi gaan bijlen naar je vrienden, want dan rennen ze meestal wel weg. Eens even kijken, wat gaan we neerzetten? Een library of we kunnen een nieuwe warrior. Oh nee, ik ging caravan maken zoals ik al zei, want handelen. En handelen is chill. Eens even kijken. Waarom spannen er nog weer bandieten? Fuck off! Echt, jeetje. Kom op, maak hem dood, maak hem dood. Kom op, yes, bandietenkampje ingenomen. Waarschijnlijk worden mijn mannetjes kaart gerackt. Mijn bandieten, of mijn mannetjes daar zo. Trouwens, we kunnen nog steeds hier een stad stichten, bedenk ik me net. Gewoon op deze heuvel. Als dat goed afloopt, ik denk het niet. En we hebben heel veel gold, dus laten we maar een extra warrior erbij kopen. Of een spearman. Want hoeveel damage doet die? Hoeveel strength? Deze heeft 8 strength en deze heeft 11. Dus ja, spearmannetjes, it is. Nice. Ja, we hebben toch nog heel veel goud over, dus I ain't even mad. Kijken. Ze doen het er ook gewoon net om, hè. Waarom hier? Het is zo vaag. Ik weet niet waar hun normale stad staat, maar dit ligt zo ver van hun normale stad af, zo te zien. Want meestal ligt het wel bij elkaar in de buurt, maar deze keer niet. Ach ja. Ja, nu gaan mijn warriors waarschijnlijk wel dood. Ze worden een beetje afgemaakt door of die hand axe of door die bandieten daar zo. Nee, ik denk dat ze afgemaakt worden door die hand axe of niet soms. Nee, dan zijn die bandieten wel daar. Hebba! Kom op. Nee, val eens niet aan. Wat? De game geglitcht? Wat is dit? Ik weet het niet, zo te zien is het... Oh nee, oké. Nou, dat waren dus mijn warriors, jammer genoeg. Ik had liever gezien dat ze niet dood zouden gaan, maar dat is wel gewoon gebleken zo. Nou kijk, daar is dus een andere stad. We moeten er even op Mitrig houden. Eens even kijken, dan gaan we weer eens een stad stichten. Dit is een goed plekje denk ik, want dan zitten we dus heel erg in de buurt van die marshes. Waarschijnlijk zijn we nu eventjes minder goede vrienden met Tico, want aangezien we... Eigenlijk bij een grens zitten. En kunnen we hier stad stichten? Is dat een goed idee? Nee, zoals ik al zei, misschien is hier slim om stad stichten. Want nog meer cacao hier. En ja, dat zien we later wel. En we gaan er zitten even zorgen dat Rotterdam goed en al op functioneert. Door een granary te bouwen. Ja, want dan groeit hij snel genoeg en dan krijgen we meer units erbij. En dan sturen we ze eventjes hier naartoe om... Oh, hier hebben we nog cacao zitten. Ah, dat is niet slecht. Dan hebben we even goed nog al 3 cacao bronnen. En dan zometeen ook nog een vierde als we hier een stad neerzetten. Dan hebben we ook nog hier dat ijzer en nog 2 marshes. En hier nog een marsh. En dan kunnen we hier nog een stad en daar ook nog een stad. We hebben zoveel mogelijkheden eerlijk gezegd. Dat is echt helemaal niet verkeerd. Ja, we hebben nog geen stad aan het water. Maar dat kunnen we natuurlijk veranderen door zometeen hier zo'n stad... Ja, hier zo denk ik dan maar. Maar dan zitten we niet helemaal aan het water. Dus dan moeten we hier maar denk ik een derde stad stichten. Of een vierde zelfs. Dat moet dan weer zo. Hop, pijltje bakkers. Nice. Ik denk dat mijn mannetjes hebben ondertussen echt heel veel XP, mijn speermannetjes. Hey, we hebben Denemarken gevonden. Oh, nice. Ik dacht dat ik zeg dat de Maya waren, die stad, maar het is niet zo. En blijkbaar zo te zien Denemarken ook heel religieus, dus dit wordt interessant. Maar eens even kijken, hoe denken jullie over mij? Ze denken nog niet echt over mij. Ik ga even cacao moeten handelen, wat wil je me vergeven? Dat willen ze niet, of wel? Oh nee, ze maken juist verlies, dus die zit helemaal niet eraan te denken om met iemand te handelen. Maar hier is dus Denemarken, I guess? Huh? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, Denemarken. Punt. Maar goed, deze setter die hoeft nog niet even wat te doen. Next turn. Hoppakee. Ja, we gaan dus dingen doen. I don't know. We gaan dus een stad bouwen weer. Zometeen. Het is of hier of daar zo. Maar, nee, ik ga toch wel hier neerzetten, denk ik. Wat doen die workers daar? Geen idee. Zolang die maar niks gaan uitvoeren, verdomme. Dan, wat moeten we met hun? Hier is Kopenhagen en daar is Aarhus. Dus dat is inderdaad Denemarken. Alhoewel, voor mij ligt Aarhus in Zweden, dacht ik. Dit is helemaal niet Denemarken. Maar ach, wat weet ik nou. Kunnen jullie deze al aanvallen of kost het 2 beurten? Dat kost 2 beurten. Ja, in dat geval doe dan maar eventjes damage op deze mannetjes weer. Deze worden sowieso toch niet uitgeroeid door die warriors hier zo. De Barbarian Brutes. Dus we hoeven niet echt wat te vrezen momenteel. Oké, volgende beurt hebben we ook Mastery onderzocht. En ambassade. Ja hoor, is niet verkeerd. Kunnen we betere politiek onderhouden en zo. Is niet verkeerd. Losing grip on Genoa. Oh nee, Genoa, why? Ik dacht dat er goede matties waren. Maar ik zat er dus dik naast. Plop, pijltjes in bakkers. Oh nee, dat waren mijn mannetjes. Verdomme. Die mogen geen pijltjes in hun bakjes hebben. Dat wil ik niet. Oké, mijn settlers mogen vast die kant op gaan. Want dan gaan we hier eens een extra stad stichten. En dan zit ook heel veel bos om ons heen. Dus dat kan op zich wel onze productiestad worden, bedenk ik mij. Want, redenen. Ja, die kunnen we dan heel goed gebruiken. Omdat je kan die bossen gebruiken om... om productie daar te doen. Ja, je kan daar sawmill zetten en dat zorgt voor hele goede productie. Dus ik hoop dat het lukt.
En we gaan nog even deze aflevering die stad stichten en dan hou ik het voor gezien, denk ik maar. En we gaan nog even Seling onderzoeken, want ja, het kost om maar 6 beurts wat we die onderzocht hebben. En dan kunnen wij als het goed is ook over water gaan met... Oh nee, kunnen we een extra handelsroute en dan kan ze ook over land. Dat is niet per se over water. Dus, ja, it's not bad. Ook Kopenhagen ligt ook wel aan het water. Nice. Rotterdam can fight upon an enemy. Oh ja, hier zo. Dat was een hele domme set geweest, Bandits, door mij een beetje daar aan te vallen. Want nu krijgen jullie een heleboel speertjes in jullie rug. Onze game moeten we hier settelen. En dat is op zich helemaal geen slecht idee, ben ik maar net. Want dan zitten we ook in de buurt van die wheat en die iron. En van die bison. Dus dat is ook niet verkeerd. Dat is een betere plek zelfs. Oké. We gaan. Oh shit. Nee, dat is niet de bedoeling. Run. Dat was niet de bedoeling dat ik die kant op zou rennen. No. Even kijken. Ja, nu kunnen we afmaken met die archers, denk ik. Pijlen in je rug. Kaboom. Zo, die zijn neer. Als ik er nog even goed deze kant op lopen. Mooi. Een stukje verder van die bandits af. En dan gaan we ondertussen proberen dit bandietenkampje te clearen. Zodat we wat batties worden met Monaco en Genoa nog steeds. Maar met Genoa is belangrijk, want daar krijgen we mooie spulletjes van. Zoals katoen en porselein. Want we zoeken zo goede matties met hun. Maar ja, als we zo snel mogelijk al die marges hier zo een beetje in ons bezit krijgen. Dan zou dat heel fijn zijn. Dan dat betekent dat we in de toekomst daar polders op kunnen bouwen. Dan kunnen we mooie tulpen krijgen en zo. En we hebben een Golden Age, wat super nice is. Want dat heeft tot effect dat wij... verstaan dat hier is ook Golden Age... One the Golden Age, every time your empire that produces gold. Krijg eens 1 extra gold per dingetje dat we al gold kregen. Daarnaast nog plus 20% productie en 20% meer cultuur. Dus, helemaal niet verkeerd. We worden echt slapend rijk zo. Nice. Vladidai, die levert echt heel veel op zo te zien. Maar goed, stad erbij, let's go. Own the city, Utrecht for the win. Oh, en dan sluit ook weer meteen aan op Amsterdam. Ik weet welke kant Amsterdam aan het uitbreiden is, maar... Ik zou graag een beetje dat ze op die wheat gaan, want die wheat zorgt er volgens voor dat wij binnenkort goed voedsel kunnen produceren, of meer voedsel kunnen produceren. En met het stichten van deze stad wil ik graag deze aflevering beëindigen. Dus, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van C5. Laat het duimpje in het vakje achter en abonneer op Cowjuice als je dit een leuke aflevering vond. Dus, ik zie jullie de volgende keer weer en zeg daarom hier, blijf vloeien beste koetjes, blijf vloeien.